Aksu. Hi. Turkje. Ja. Alles goed? Goed, met jou? Baka. Ja, goed. Goed. Ik ben heel trots dat ik met je mag spreken, want ik heb jou een documentaire gezien. Mm-hmm. En ik kreeg een prachtig kijkje in het leven van een jonge dame die jaren wordt gevolgd. Mm-hmm. En nog geen platendeal heeft. Ja. Vader en moeder als manager. Ja. En nu zit jij hier met een platencontract. Je zit op North Sea Jazz. Nee, ik heb geen platencontract. Nee? Nee, want het is anders gelopen. Anders gelopen? Ja. Hoe dan? Nou, ik heb een tijdje bij Sony Music gezeten. Ja. En op een gegeven moment toen ging ik die album uitbrengen. En na 3 maanden ging ik daar weg. Ik had een heel goed contract. Ja. Dus waardoor ik zo onderuit glipte eigenlijk. En nu heb ik mijn eigen CD en eigen beer uitgebracht. Like winter snow, move me like the sea, it has no ending at all. I'm not a little girl anymore. Dus eigenlijk doe je alles zelf? Ja, met mijn hele team. Ik heb een heel team om me heen. Ja. Dus, hoe voelt het dan? Ja, te gek, omdat you're in control en je hebt vrijheid. En dat betekent, ja, je hebt documentaire gezien, dus je weet dat mijn vader vandaan komt. Ja. En vrijheid in de muziek betekent ook heel erg veel voor mij. Dat ik mag doen wat ik wil, mag me kleden, ik mag zeggen wat ik wil, weet je. Dus. Jazz is natuurlijk leven, vlieguren maken. Ja. Ben je vooruit gegaan? Wat heb je geleerd? Ja, zeker wel. Ik heb heel veel geleerd, vooral om... Ja, je maakt heel veel uren, hè. Dus ik heb heel veel geleerd, voornamelijk ook aan te spelen in mijn vaders restaurant, waar ik begonnen ben. En gewoon ook beter worden zelf en oefenen. En dus dat heeft me zeker wel tot een bepaald level gebracht, denk ik. Maar wat ik mooi vind van jou is, er is eigenlijk geen enkele jazzartiest in Nederland die invloeden heeft uit het oosten, Turkse muziek, waar je dat een beetje kan horen. En daar ben ik nou wel op zoek. Mm-hmm. Jij gaat hier vanavond spelen. Ja. Laat mij nou eens even horen hoe dat zit. Ik bedoel, pakken ze een liedje erbij? Nou kijk, ik kan even spelen. Kijk, ik heb een Turks liedje. Heel veel mensen die dat doen, dus vragen, maar ik heb... ik zeg dus steeds, als het nu gaat, precies zoals het nu gaat, niet meer, en zeker niet minder, dan is het helemaal perfect. Lekker, echt. Ik heb in 7 maanden 12 landen aangedaan. Echt van New York tot Indonesië tot Brazilië, Monte Carlo, echt heel veel landen. En het was te gek. Dat is altijd waar ik van gedroomd heb. Bir anda bütün dünya kararlı, bu ses ve sokaklarda.